Big Picture, dat is een model wat oorspronkelijk uit Amerika komt. En het allerbelangrijkste daarbij is dat de leerling centraal staat. Dat je dus niet kijkt naar wat de leerling niet kan, maar juist naar de talenten van de leerlingen en naar de passie van de leerling. En dat is ontzettend belangrijk in het praktijkonderwijs. Want heel veel kinderen zijn op de basisschool en ook al thuis geconfronteerd met het feit dat ze een aantal dingen niet kunnen in vergelijking tot hun leeftijdsgenootjes. Daarom is het juist zo belangrijk dat je naar de positieve kanten van de leerling kijkt. Waarom verzorging? Voor de leerlingen van het praktijkonderwijs is het dus heel erg belangrijk dat ze zichzelf kunnen verzorgen. En ook de omgeving daaromheen, omdat praktijkonderwijs is dus eindonderwijs. En nadat ze hier de school hebben afgemaakt, gaan ze dus eigenlijk het werkveld in. Ze hebben dan een baan en ze moeten dus ook voor zichzelf kunnen zorgen. Samenwerken, op tijd komen, luisteren wat er gevraagd wordt, uitvoeren wat er gezegd wordt. Dat zijn eigenlijk de grootste taken voor onze leerlingen. De leerlingen werken hier ook dus in groepjes, wat ook heel erg belangrijk is. Want als ze na het praktijkonderwijs dus een baan hebben of ze komen ergens in met sociale contacten, dan moeten ze dus kunnen samenwerken. Dus dat is waar we heel erg op doelen. Sommige leerlingen die kunnen bijvoorbeeld van een recept dingen maken en andere kinderen moet je het echt visueel aanbieden. Dus van, kijk, zo gaat het. Deze handelingen heb je nodig om het te kunnen doen. Ook veel laten zien, veel herhalen, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus het moment dat ze hier in de eerste klas een macaroni leren koken, net zoals waar ze nu mee bezig zijn. Door iedere keer opnieuw te herhalen, leren ze de werknemersvaardigheden en leren ze ook gewoon koken. We maken broodjes voor de kantine en we verkopen ze voor de RIAG. Zulke dingen doen we. Ja, je leert iets op school. Je kan ervaring meebrengen. Dan kan je zien wat voor broodjes gemaakt worden, hoe je broodjes kan doen. Zulke dingen. Hier op school kan je allerlei dingen doen. Bijvoorbeeld rappen of beatboxen. Je kan ook je motor, scooter, vaarbewijs ook krijgen. Streng zijn heeft niet zoveel zin. Je moet meer een soort relatie met deze kinderen opbouwen. Zodat je lekker rustig kan werken met deze kinderen. Kwaad worden en zo heeft vaak weinig zin. Het is best wel een leuke school, ja. Ik zit een kast te verbouwen, zeg maar. Een verven. Je leert hier van alles op deze school dus. De sterke punten zijn hun inzet, vooral hun inzet. Zodra ze merken dat ze iets leuk vinden, dan zullen ze zich ook met volle 100% inzetten voor waar ze mee bezig zijn. En het is wel heel erg leuk werken met deze kinderen. Ja, als je een goede relatie mee kan opbouwen, is het erg leuk. Wij hebben hier een winkel nagebootst en de leerlingen die voeren hier opdrachten uit. We doen opdrachten extern waarbij mensen pakketjes kunnen bestellen. De leerlingen leren hier ook hoe ze magazijnwerk moeten verrichten. En wat we ook eigenlijk doen is een stukje etaleren. Het thema dit keer is Valentijn. En donderdag gaan de leerlingen rozen verkopen. We zijn een eigen bedrijfje gestart. En dat vinden ze erg leuk om te doen. En wij ook. We gaan eerst thee drinken. Daarna gaan we beginnen met de les. Ja, nagenoeg elke ochtend. In principe starten we elke ochtend met je eigen klas. Wij beginnen altijd met thee drinken. Soms doen ze dan nog even voor zichzelf iets, zodat ik wat dingen klaar kan zetten. En soms beginnen we dus gewoon gelijk zo. Twee keer in de week starten met een mentorles. Dat is dit dus. Spreek altijd even de dag ervoor of de dingen zijn gebeurd. Wat gaat er goed, wat ging er niet goed. Ik wil het zo eerst met jullie even hebben over de verzorgingsles. Waarom gaat het daar niet goed? Wat gaat daar fout? Want daarvoor, hè, voor die pauze, hadden jullie het hartstikke goed gedaan. Gewoon, je mag thee drinken. Je gaat soms werken. Je gaat computer en zo, zoals mentorles, spelen. Ja, dat ze in ieder geval even ook de ei kwijt kunnen. Dat zijn er dingen gebeurd. Dat kan ook gisteravond geweest zijn thuis. Dat ze even tijd hebben om dus te vertellen.